Dit is Gouda Spreekt. Gouda Spreekt. Deze week ben ik voor het eerst bij Gouda Spreekt. En ik ben voor het eerst in Gouda. Wij gaan vandaag uitzoeken hoe het met de liefde zit in Gouda. En of er nog mooie tips zijn voor Valentijn. Gewoon oogcontact maken. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Liefde is een mooi begrip. Moet je van genieten. Wees lief voor het vrouwtje. En hoe hebben jullie elkaar versierd? Wat is er precies gebeurd waardoor de liefde overvloog? Okay. Nou, jij schoot heel graag, weet je, met een buks. Jij zat op een schietclub. Ik zat op een schietclub en haar vader had een buks. Ik zei, nou, dan kom ik wel een keer schieten. Volgens mij in de woestijn of zo, hè? Ja. In de woestijn ging de vonk over, ja. Toen zag ik hem als een wilde man en toen werd ik helemaal verliefd. Polder. Nou, toen de volgende dag, kwam ik daar, ik rijd mijn brommetje zoeken waar ze woonde. En toen zag ik toevallig haar broer buiten zitten. Dus ben ik daar gelijk heen gereden. Nou, zodoende is daar aangekomen. Ja, hoe is het gekomen? Ja, elkaar toch gewoon niet uit het oog verloren. En op een gegeven moment ben je allebei vrij. En dan zeg je toch een keer, ga je mee? Hij zegt, ga een keer mee, een avondje uit. Nou ja, dat heb ik maar gedaan. We hadden een bierkeet, zeg maar, thuis. En was vrienden met mijn broer, zeg maar. En hadden ze heel die keet altijd verbouwd en... Zo hebben we ze elkaar leren kennen, zeg maar. Bent u wel eens versierd? Of versiert u wel eens? Ik ben wel eens versierd, heel lang geleden. Ik heb wel eens een keer versierd. Wat doet u dan? Ik probeer altijd een beetje de aandacht te trekken natuurlijk. Maar bij mijn vriend was het toevallig dat moment niet gelukt. Ja, ik ben bang dat mijn vrouw dit interview ziet. Dus ik moet zeggen, nee, ik word nooit versierd helaas. Wat is de slechtste zin die dan ooit is gezegd? Of de beste? Ken ik jou ergens van? Vind ik zo mogelijk. Versierd, best leuk. Dan zou ik even een pijl in je billen schieten. Heb ik jou niet eerder gezien, ja. U bent getrouwd? Nee. Nee? Nee. Hebt een vriendin? Nee. Nee? U bent op zoek naar een vriendin? Nee, vrouw. En doe je nou nog wel eens iets aardigs voor haar? Een cadeautje? Ja. Ik ga zo meteen een paar andere kaarten kopen. Die duw ik zo blindelings in de bus. Die weet je niet dat het voor mij is. En hoe heb je haar versierd? Met een etentje en een avondje bowlen. Heel langzaam in Australië. Ja, met een drankje. Nou, fijne Valentijn alvast.